Het was al een hele fijne, leuke buurt om te wonen. En het is door al die activiteiten gewoon een nog leukere buurt geworden. Moet ik kijken, koffie? Mijn naam is Martin Kuipers. Ik woon al 17 jaar in de Belcom met mijn vrouw en twee kinderen. En ik heb de Belcom genomineerd voor de Gouden Buurt Award. Omdat het gewoon een superbuurt is. We staan in de Belcom, een 30 jaar wijk. En we wonen hier met plezier, als blijf je in 47 jaar wonen. En een heel gezellig dorp in een begonnense stad. Nou, ik denk wel heel Belcoms is dat mensen gewoon voor de deur gaan zitten. En lekker samen de dingen delen, een biertje met elkaar drinken, koffie met elkaar drinken. Ik ben echt al super vaak op de koffie uitgenodigd door mensen, gewoon random op straat. Of als ik langs de boten loop, dan zeggen mensen, kom hier maar even binnenkijken. Nou, dit is een van de voordelen. Gewoon zo lekker bij elkaar in de buurt, makkelijk contact. Veel kinderen brengt ook wel leven en dynamiek in de straat. Het voelt wel als huiselijk. Wat ik zo leuk vind is dat je dan het speelhuis laat. Spellenwinkel, ja. Kinderboeken. Ja. Om te ondernemen hier in de wijk is echt fantastisch. Ik merk dat ze me echt op handen dragen. En die hebben echt zoiets van, we kunnen nu gewoon echt wel niet meer zonder jou. Ik kan me niet meer voorstellen hoe het is zonder. We zijn vorig jaar begonnen met een buurtbrouwerij. We doen dat met een man of 15 uit de wijk. En binnenkort zijn we van plan weer een volgende bier te gaan maken. Ik denk dat andere buurten van ons kunnen leren door vooral activiteiten te organiseren. Om samen dingen op te pakken en zoek elkaar op. Iedereen heeft zo zijn eigen rol in de wijk. Hè. Iedereen pakt een stukje. Op het moment dat we allemaal kleine stukjes pakken, maar we zijn met honderden, dan wordt het een heel groot stuk wat je samen kunt verzetten. Je bent niet anoniem hier. Hè. Wat je soms in andere wijken ziet, is dat mensen elkaar niet kennen. Maar dat is hier absoluut niet het geval. Gevoel van samen zijn en samen delen. Ja, onder elkaar. Het goede buur is beter dan een verre vriend. Dus dat is een heel oud gezegde, maar het klopt nog steeds. Ja, samen word je sterk. En samen zijn er veel leuke initiatieven. Iedereen is verschillend en heeft dus zijn eigen kracht. En als je dat samenbrengt, ja, dan wordt het iets heel moois.